Lintjesregen daalde neer in Valkenburg aan de Geul en de zwemloop Valkenburg. Woensdag 25 en donderdag 26 april daalde de Lintjesregen 2018 neer in Valkenburg aan de Geul. In totaal werden twee politici geridderd. Te weten scheidend wethouder Bert Douwe en scheidend raadslid Jo Rumling. Al vanaf 1998 is Bert Douwe uit Bergen ter Blijt politiek actief. Eerst via de Algemeen Belangfractie, later als wethouder en loco-burgemeester. Zijn passie ligt op het sociale vlak. Dat blijkt tevens uit de activiteiten die hij ontplooit in zijn privéleven. Als inwoner draagt Bert Douwe de plaatselijke voetbalvereniging VV Berg 28, het Rode Kruis, het kerkbestuur Heilige Manulfus en Gondulfus en de stichting Senioren een warm hart toe. Bert Douwe is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. En het geeft me veel voldoening en genoegen om een dicht te kunnen meedelen dat het Zijn Majesteit de Koning heeft behaagd jou te benoemen. Gelet op de bestuurlijke aard, de duur, de bovenlokale en regionale uitstraling en betekenis van je activiteit, je te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Oh. Ja. Hij zit er goed. Ja, hij zit. Nou. De versierselen daar komen dicht toe. Ja. Nou, mag ik die ook zo? Ja. 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 Ik begrijp dat er een grote consternatie is. In onze schema staat 12 uur, dan zijn we heel stipt en op tijd. Maar iemand heeft gezegd dat het eerder zou zijn, maar ik niet. Jo Rumling uit Broekum werd in april 1999 al lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is een organisator puur sang. Mede door zijn persoonlijke inzet als organisatorisch ondernemer en voorzitter van de Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion zijn vele evenementen in het Geulstadje tot stand gekomen. Zoals de kerstmarkt in de gemeentegrot en de jaarmarkt de Bokkenmaart. Maar ook de vele wielerwedstrijden onder de cyclocrossen in het Kuurpark. Evenementen met een grote economische waarde voor Valkenburg aan de Geul. Jo Rumling is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. En daar heeft de gouverneur nog gekeken. Daar heeft het kapitel van de civiele orde nog gekeken. Die hebben dat onlangs beoordeeld. En daar is geconstateerd dat de heer Jo Rumling gekwalificeerd kan worden als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, dan komt er een advies aan mijn principaal, Zijne Majesteit de Koning. En het is dus een grote eer en genoegen om dit te kunnen zeggen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd Johan Heinrich Rumling te bevorderen onder voorwaarde dat ze de versierselen die subs inlevert. Die moesten dus terugsturen, dat is wel de afspraak. Maar dat ze nu, gelet op die bovenlokale en regionale uitstraling, dat we dit mogen bevorderen en benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ja, dank u wel. Officiat. Bloemenmeisje. Ah, ja, dank je wel. Namens het gemeentebestuur. Dus de ganse gemeente. Die mocht ik een bellen geven. Ja. Dat zal ik hier doen, ja. Dank je wel. De volgende drie personen kregen de versierselen behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.
Paul Chambil uit Schinopgeul heeft in juni 2017 zijn 40-jarig jubileum als vrijwilliger bij volleybalvereniging TC Shin Up mogen vieren. In 1977 was hij de oprichter van deze vereniging en sindsdien trainer en penningmeester. Daarnaast is hij vanaf 1987 penningmeester bij Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schinopgeul. Sinds 2007 maakt Paul Chambil samen met een medevrijwilliger jaarlijks een reis naar Wit-Rusland om ingezamelde kleding, vitamines en medicijnen te brengen naar een familie die in een van de zwaarst getroffen gebieden van Tsjernobyl woont. Paul Chambil is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Paul Henri Marie Joseph Antoine Chambil te kennen meedelen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En om dat te spelen met Anne, weet ik zeker dat je er niet verwacht had. Ja, dat was wel het profetie van. Heb je een bloemenmeisje? Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon helemaal weer. Ja, eigenlijk. Ik weet niet waarom, maar dat moest ik altijd aan. Ja, dankjewel. Henk Drissen uit Oud-Valkenburg is sinds 1998 betrokken als vrijwilliger bij de priorij Regina Paatjes. Hij is voor de zusters van de priorij steun en toeverlaat op velerlei gebied. Als tolk bij allerlei officiële instanties, als persoonlijk adviseur voor de zusters en diverse dagelijkse voorkomende zaken, zoals klussen rondom het klooster. Henk Frisse kreeg door burgemeester Schreijen de versierselen behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Ik zou willen zeggen, een verrassing. Het is niet mijn familie en het zijn niet mijn vrijwilligers, maar het zijn de familie en de vrijwilligers van Henk Drissen. 75 jaar oud en al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger hier bij de priorij Regina Paatjes. Dat is in Den Haag en daar wordt opnieuw gelezen en gekeken naar alle papieren die er zijn. En daar wordt dan geconstateerd dat Henk Drissen gekwalificeerd kan worden als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. En dan komt er vervolgens een advies aan zijn majesteit de koning. En het is voor mij een grote eer en genoegen u, Henk Drissen, te kunnen meedelen dat zijn majesteit de koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik zou graag de versierselen die erbij horen. Dat is een gastje. Zo, ik heb er verder op het jasje gedaan. Kom toe. Officieel. Dank je. Namens het gemeentebestuur, dus de Godse gemeente. Dank je, liefde. Martin Marcus is met hart en ziel betrokken bij de gemeenschap van Schinopgeul. De fanfare Sint Cornelius, de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen en het kerkbestuur van de Heilige Mauritius parochie kunnen bouwen op de betrokkenheid en bekwaamheid van Martin Marcus. Veelal bekleedt hij een functie als bestuurslid, met name penningmeester, en dat al sinds 1991. Martin Marcus is vanaf nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. En in Den Haag hebben ze geconstateerd dat Martin Marcus de Schinopgeul gekwalificeerd kan worden als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. En dan komt er een advies aan zijn majesteit de koning. En het is voor mij een grote eer en genoegen u te kunnen mededelen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd
Martinus Maria Jozef Marcus te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik zou u graag de versierster willen bijeenkomen. Chef, moet het nog eens op een pak, moet het beter. Hè? Ja. Dankjewel. Gefeliciteerd en ook komt. Bloemenmeisje. Hartelijk dankjewel, Jan. Dank je. Dus de gemeente ook. Ja, oké. Okay. Dank je. Ja, zo? Zo. Kijk. Ik ken het wel. Zaterdag 21 april werd in en rond de Bovenmolen in Valkenburg de zwemloop georganiseerd door Stichting Duursport Valkenburg. Met de Ironman als voorbeeld worden er op diverse plaatsen in Limburg Iron Kids georganiseerd. Wedstrijden voor diverse leeftijdscategorieën. Voor enkele disciplines werd eerst gezwommen en daarna snel de renschoenen aan en hard gelopen rond de Polvermolen. Kijk naar een impressie gemaakt door cameraman Stef Pitt. Nou, jongens, we gaan hier lekker. 9-22 Jonas Katuara voor 9-26 Norex als derde. En op de vierde plaats, 9-27, Gabriele Maskiewicz, denk ik. Mooi! Opening, feest of nieuwtje te melden? Mail info@tvvalkenburg.tv.